De stembussen zijn gesloten. Kijken inwoners van de grensstreek straks tegen 11 enorme windmolens aan? Of gaat het feest niet door? Ik denk dat de gemeente Bergendal, de inwoners van Bergendal, heel veel belang bij hebben dat de inwoners van de kruis Kleve kiezen voor een natuurpark of voor een beschermd natuurgebied. En verder in het nieuws vandaag, burgemeester Bruls zet vraagtekens bij jong winkelpersoneel in de avonduren. En de oliebollen van Bon Appetit in Elst, voor de 10 jaar zijn ze weer de lekkerste. De stembussen zijn dicht, het grote tellen is begonnen. Viel wat te kiezen dan, zult u zich misschien afvragen. Ja, er viel wat te kiezen, maar niet voor de Gelderlanders in de grensstreek. In het Duitse Kleef is een referendum gehouden of het Rijkswald een beschermd natuurgebied moet worden. Belangrijk, want als het antwoord ja is, dan kan de bouw van 11 gigahoge Duitse windmolens pal aan de Nederlandse grens niet doorgaan. En dat zou mensen aan de Gelderse kant van de grens niet slecht uitkomen, want die zijn tegen de bouw. Ik denk dat de gemeente Bergendal, de inwoners van Bergendal, heel veel belang bij hebben dat de inwoners van de kruis Kleve kiezen voor een natuurpark of voor een beschermd natuurgebied. De positie aan de Nederlandse kant van de grens is duidelijk, maar geen enkele Nederlandse grensbewoner mag vandaag meedoen aan het Duitse referendum. Vandaag beslissen dus eigenlijk de Duitsers over het uitzicht dat wij straks hebben. Blijft het misschien wel zo mooi doordat de geplande windmolens niet gebouwd worden als het Rijkswald beschermd wordt? Tot 12 uur vanmiddag konden de Duitsers hun stem afgeven bij dit kantoor van de Kreis Kleef. We moeten ze hebben. Meine Meinung. Also ich bin ja nicht gegen Windräder, aber ich bin eben gegen Windräder im Reichswald. Die Wahlbeteiligung ist gut. Also es, fast jeder Zweite hat seine Stimme abgegeben. Das ist ja, wenn man bedenkt, dass der Reichswald nur ein kleines Gebiet des Kreises Kleve ist, ist das eine unglaublich gute Wahlbeteiligung. Insgesamt haben wir über 110.000 abgegebene Wahlbriefe. Hadden uw burgers daar eigenlijk ook niet een zegje in mogen hebben? Ja, eigenlijk wel, maar dan heb je toch weer de landsgrenzen die bepalen van ja, je mag er van alles van vinden. En je mag er een mening over hebben, maar je mag niet meestemmen. Ja, dat is jammer. Eigenlijk horen wij ook in dit gebied en we hebben de lusten en de lasten. Dus eigenlijk zou je ook ons erbij moeten betrekken van wat vinden jullie daar eigenlijk van? Voorlopig kan er dus niet veel meer gedaan worden dan afwachten. Naar verwachting is zaterdag de uitslag van het referendum bekend. De duimen draaien, zeg maar, de komende dagen. Ja. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil deze week de twee supermarkten bezoeken waar zondagavond een overval gepleegd werd. Hij wil de betrokkenen een hart onder de riem steken, maar ook de nadruk leggen op de inzet van jong personeel in de avonduren. Is dit wel wenselijk? Zowel de Jumbo aan de Haterseweg als de Albert Heijn XL aan de Sint-Jacobslaan in Nijmegen was zondagavond doelwit van een overval. Tijdens het bezoek aan de supermarkten wil Bruls zijn zorgen uiten over de inzet van jong personeel in de avonduren en daarover spreken met de bedrijfsleiders. Volgens de burgemeester gaat het vaak om kinderen die door dergelijke voorvallen getekend kunnen zijn voor het leven. We moeten volgens hem niet onderschatten wat voor een indruk dit maakt als je als 18-jarig meisje achter de kassa zit en bedreigd bent met een pistool op je hoofd. Het was een kleine bom in het voorjaar van 2023, het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarbij ook Nijmegen een veeg uit de pan kreeg. De overheid deed te weinig om de gezondheid van onder meer inwoners van Nijmegen-West te beschermen. Het leidde zelfs tot de uitkoop en het vertrek van asfaltproductie Nijmegen. Nu wil Nijmegen doorpakken met het meten en verbeteren van de luchtkwaliteit. Want naast APN zijn er nog meer bedrijven bij bedrijventerrein TPM West die zogenoemde zeer zorgwerkende stoffen uitstoten. Er staan nu al 54 meetpunten in Nijmegen en wethouder Tobias van Elveren bezweert dat de lucht die iedere Nijmegenaar inademt nu al binnen de kaders valt. Maar dat wil hij graag zo houden en dat kan ook nog beter. In veel gemeenten neemt het aantal leegstaande winkels toe. Om ervoor te zorgen dat deze gebieden toekomstbestendig blijven, krijgen 13 gemeenten in Nederland in totaal 22 miljoen euro van het Rijk. In onze provincie ontvangt alleen Nijmegen 1,2 miljoen euro. Nijmegen gaat het geld gebruiken voor de transformatie van de Molenpoortpassage, vertelt een woordvoerder. Het straatbeeld gaat van het gesloten winkelgebied naar een open gebied en is dan niet meer overdekt. Het oude middeleeuwse stratenpatroon komt er dan ook in terug. De gemeente Overbetuwe krijgt er komend jaar een nieuw festival bij. Organisator Matrix Events organiseert tijdens het paasweekend voor het eerst het festival Lingepop.
Evenemententerrein Park Lingenzegen biedt op zaterdag 19 en zondag 20 april plaats aan duizenden muziekliefhebbers. En dat is niet voor het eerst. Afgelopen oktober organiseerde Matrix daar ook al het Oktoberfest. Met Pasen kunnen bezoekers genieten van optredens van onder andere Mart Hoogkamer, De Bankzitters, Chris Cross Amsterdam en Tino Martin. Op zaterdag geldt er een minimumleeftijd van 18 jaar. Tickets gaan aanstaande zaterdag in de voorverkoop. Over een kleine 3 weken zitten we weer met z'n allen aan de oliebollen om het nieuwe jaar in te luiden. De een haalt ze in de supermarkt en de ander staat een uur in de rij voor de gebakraam. Maar één ding is zeker, voor de lekkerste bollen moet je in Elst zijn. De oliebollen van Bianca, die stevast op het Europaplein te vinden is, zijn onlangs voor de 10e keer uitgeroepen tot de lekkerste oliebollen van Gelderland. Bianca Hagman loopt er dit jaar weer met de winst vandoor. Zij verkoopt namelijk de lekkerste oliebollen van Gelderland. Dit werd bekend nadat het Nederlandse bakkerijcentrum in Wageningen haar oliebollen goud beoordeelde. Dit jaar is voor Bianca extra speciaal. Zo is dit de 10e keer op rij dat ze goud heeft gekregen met haar oliebollen. Trots, heel trots. Ja, we hebben 10 keer goud gekregen van het Nederlands bakkerijcentrum in Wageningen. En daar zijn de keurmeesters blijkbaar tevreden over mijn producten. Ik heb een klantenkring, welke elke oliebollenkraam heeft natuurlijk. Maar ja, ze vinden mijn oliebollen wel heel erg lekker. En ze komen van heinde komen ze mijn oliebollen halen. Om goud te krijgen moet je aan een aantal punten voldoen. Zo zijn er 7 verschillende kenmerken waar de oliebollen op getest worden. Even uit mijn hoofd, de vorm, de kleur, de eigenschappen, de smaak, de vetpercentage. Ja, nog 1 geloof ik, maar ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Maar daar wordt het op gekeurd, door de keurmeesters natuurlijk. Bianca werkt hard aan haar producten en steekt er veel liefde in. En dat is te zien. Ondanks dat ze de afgelopen 9 jaar al goud had binnengehaald, bleef het dit jaar weer spannend voor haar. Het is nooit te verwachten, hè? Het is altijd afwachten. Hè? Dat is net zoals je een examen op school maakt, dan weet je ook niet van tevoren of je slaagt ja of nee. En je weet dat je goed product verkoopt, omdat ik al 9 jaar op elkaar heb. Maar het is elk jaar nog toch een spanning wat je krijgt, zeg maar. Dat oliebollenkraam Bon Appetit een fantastische kwaliteit aan oliebollen verkoopt, is al duidelijk. Maar wat de toekomst zal brengen, weet Bianca nog niet. Dat weet je nu nog niet, hè. We zitten nog in 2024 en we moeten dit eerst nog afmaken. En dan volgend jaar krijgen we weer andere ideeën en dan gaan we weer wat anders verzinnen. Dus zo blijven we wel natuurlijk bezig. Het wordt wel eens iets aangepast, ligt aan de oosten, hoe de oost is en dergelijke. Maar in principe willen we niet te veel aanpassen. Wat goed is, is goed, hè. Met de 10e gouden onderscheiding op rij zal het recept steengoed zijn. Maar wat het nou precies inhoudt, zal altijd een geheim blijven. Ja, dat kunnen we dus niet vertellen, anders heet het geen geheim. Maar ik denk dat we gewoon een goed recept hebben. En ik denk dat hij heel lekker weghapt, een goede smaak heeft en niet te vet is. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de meeste mensen. Na weer een saaie, donkere dag krijgen we morgen meer van hetzelfde. De dag verloopt bewolkt en er kan van tijd tot tijd wat motregen vallen. De temperatuur komt opnieuw uit rond de 5 graden. In de nachten van vrijdag en zaterdag kan het licht gaan vriezen in de regio. Vrijdag overdag stijgt het kwik maar weinig en wordt het maximaal 3 graden. Wel is dan de zon veel meer te zien en is er juist weinig bewolking. Zaterdag zijn we weer terug bij af met grijs weer, motregen en een temperatuur van 5 graden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 11 december. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Ook zijn wij te vinden op de bekende sociale media onder de naam RN7 Online. Graag tot morgen.